van de allersnelste auto's ter wereld komt uit Nederland. Een poldermodelletje, de GTO. Deze Donkervoort, Nederlandse auto, wordt gebouwd in Lelystad, behoort tot de allersnelste auto's ter wereld. En zie je hem staan en dan denk je, weer het Donkervoort. Zo'n formuleauto, een monoposto, een lange pijp, wielen eraan, lange motorkap, een paar stoelen die zo'n beetje op de achterkant zitten. Dat kennen we toch al? En dan kijk je beter en dan zie je dat dit een totaal nieuwe auto is. Hij is breder, hij is langer. Waarom? Omdat er een totaal nieuwe motor in zit. Tot voor kort deze bij Donkervoort met vier cilinders. Maar die vier cilinder, Audi motor, die was niet schoon genoeg. En dus ging Joop Donkervoort naar Ingolstadt, naar Audi. Toen zei hij daar, jongens, we hebben al jaren een leuke samenwerking. We hebben al jaren jullie motoren en het gaat allemaal hartstikke goed, maar ik heb iets nieuws nodig. Wat kan ik nou gebruiken van jullie? Toen zeiden ze bij Audi, Joop, jij bouwt een oersportauto. En wij hebben een oersportmotor. Vijf cilinder. Zit onder andere in de TTRS en levert hierin in deze Donkervoort 380 pk. 380 pk bij een laag gewicht van 695 kilo. En dan kom je aan een specifieke massa. Dat is dus de aantal kilo's die 1 pk moeten voortduwen van minder dan 2. Minder dan 2. Dat is dus beter dan heel veel van dat soort krankzinnig snelle auto's. Een Bugatti Veyron, een Koenigsegg, een Pagani. Deze Donkervoort kan ze allemaal aan. Ja, en het is een hele echte sportauto, deze GTO raceriemen, 5 punts. Met zo'n centrale knop, daar draai je aan, dan springt alles open. Sportstuurtje, kan eruit. Hoeft niet. Er zitten een paar kleine knopjes op. Daar bedien je het een en ander mee. Ja, en dan zie ik je op de grond. Oh, en dat klinkt lekker. Klinkt zo goed. Vijf cilinder geluid. Heel mooi, vind ik. Een paar dingen over de hardware die in deze GTO zit. Je moet weten dat ze bij Donkervoort een auto wilden bouwen. Ze hebben een auto ontwikkeld die zowel op straat gereden kan worden, gewoon in het dagelijks leven, als ook op het circuit. Een track day auto, een auto waarmee je naar het circuit gaat, net als tientallen jaren geleden coureurs deden. En dan kwamen ze op het circuit en plakten ze een sticker op de zijkant en dan gingen ze een wedstrijd rijden. En dan was de wedstrijd afgelopen, liefst hadden ze gewonnen, dan ging die sticker er vanaf en dan reden ze naar huis. En om die auto nou geschikt te maken voor elke dag zitten er intelligente dempers op. Als je een auto niet wil laten overhellen, dus geen beweging in de lengte richting van de auto te creëren op het moment dat je bijvoorbeeld door een bocht gaat, dan moet je die dempers stijf maken, straf maken. Dus dan wordt die auto heel hard van. Rij je dan in rechte lijn over een hobbel, dan is die keihard. Dat wil je niet, want dat is niet lekker normaal gesproken als je niet op een circuit rijdt. Dus deze GTO komen die het verschil voelen tussen een hobbel en een bocht. En die zitten eronder. Ga je door een hobbel, dan is de comfort. Hij is niet knalhard, ze vullen de rollen niet uit de mond. Het is gewoon acceptabel. Ga je door een bocht, dan voelen die dempers, hé, dit is een bocht, we zakken niet in. Nee, we houden die carrosserie, die body, die houden we in balans. En dat maakt wel een heel groot verschil met de Donkervoorts van voorheen. Die waren harder, die waren stijver, die waren ja, minder comfortabel. Je kunt gewoon, als je een beetje aan het geluid kan wennen, iedere dag met deze Donkervoort GTO rijden. Maar je moet natuurlijk wel een beetje weten wat je doet, want deze auto gaat van 0 naar 100 in 2,8 seconden. De eerste 25 GTO's, dat zijn premium versies, 380 pk. Het ding loopt 270 km per uur. Ja, er zit geen elektronica op, geen ABS, geen stabiliteitssysteem. Je moet het zelf doen. En wil je dan het maximale uit je GTO halen, en dat wil je, dan moet je dus eigenlijk gewoon naar het circuit. Ja, Zandvoort dus.
heel eventjes, voordat we gaan rijden, een paar dingen over de GTO. Dit komt uit Amerika. Ruimtevaarttechnologie moesten ze bij Donkervoort per se hebben. Duw ze alle vier open, dan til je dat deksel er vanaf. Dat deksel, motorkap, is van aluminium. Bijna heel de auto van koolstofvezel. Deze van aluminium, omdat anders die louvers er niet in te maken waren. En dan ligt hieronder die vijf cilinder, die ligt in lengte. En dat is natuurlijk logisch, hè? Acht wielen aangedreven auto, ligt dat in lengte. Maar Audi gebruikt die motor in al de modellen waarin die zit overdwars. En dan weegt die motor bij Audi 195 kilo. En bij Donkervoort, dat was te zwaar, 160 kilo. De auto maakt zo'n wild geluid, daar is zelfs de beste apparatuur dus niet op berekend. Met zijn semi-slicks heeft de GTO onwaarschijnlijk veel grip. Op droogwegdek wel te verstaan, dus niet echt een auto om in de nattigheid de weg mee op te gaan. Het is geen Donkervoort voor natte hazen, absoluut niet. Het is een hele echte sportauto, een raceauto voor de openbare weg. Net als in elke Donkervoort is er ook in deze GTO dat bijna niet te beschrijven gevoel van beleving. Het is alsof je de tandwielen in de versnellingsbak met je hand in elkaar schuift. Alsof je handmatig de wielen in de juiste richting drukt. Alsof je rechtstreeks met je voet de brandstof in de vijf cilinders trapt. Er is geen enkele auto te koop voor straatgebruik die zoveel beleving en betrokkenheid bij het rijden biedt. En toch zit er dat hele kleine beetje comfort in. En juist dat comfortniveau, dat maakt dat deze GTO zich in een breder spectrum beweegt. Sneller dan ooit, groter en ruimer. En dan kunnen we niet anders doen dan een diepe buiging maken voor de firma uit Lelystad. Ze bouwen daar dus een auto die zich qua snelheidspotentieel kan meten met hypercars. De zogenaamde $1 million cars.